Jullie komen net van het podium af. Dat klopt. Dat klopt, ja. Was het een beetje leuk? Was het een beetje leuk draaien? Ja, zeker. Volle bak natuurlijk, hè. Volle bak, ambiance. Was superleuk. Ja. Stonden er veel mensen al, want jullie zitten natuurlijk wel vroeg in het programma. Ja, weet je, het begint gewoon om 2 uur, dan gaat het open terrein. En weet je, het gaat niet om of het vol is voor ons of niet. Het is gewoon dat het gewoon lekker wat op de achtergrond staat. Mensen komen binnen en dat ze een beetje met de kopjes knikken, ja. Toch? En vooral de kinderen die stonden vooraan, hè? Ja. Terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat de kinderen in de ballenbak zouden zitten en de ouders bij ons zouden staan. Ja. Maar het was net andersom, denk ik. Ja, precies. Waarschijnlijk hebben jullie die vraag al 100 keer gehad. DJ Team Necessary Evil. Interessante naam. Waar komt die vandaan? Vorig jaar heten we Explicit Lyrics. Omdat het voor de ouders was. En dus nu hadden we zoiets van laten we eens een andere naam aanprikken. En dan pakken we Necessary Evil. Want ja, het is noodzakelijk kwaad. De ouders die willen die kids kwijt, die gaan de ballenbak in. En ja, dan zullen ze bij ons moeten komen. Of moeten niet, maar kunnen ze bij ons luisteren, toch? Ja, ja, dat is heel goed samengevat. Ik heb er geen andere verklaring voor eigenlijk. Plus, met zo'n naam kun je ook draaien wat je wil. Dus. Oh, dus dat geeft ook een beetje vrijheid. Absoluut, ja. En dat doen we graag, hè? Zeker. Gewoon van alles nog wat door elkaar. Ja, ik heb net een remix gehoord. En wat was dat nou? Het was een mix. En daar kwam op een gegeven moment een, for lack of better words, een India's deuntje doorheen. En ik stond toevallig net wat techniek te regelen samen met Damien, ook van Breda Nu. En wij stonden alle twee, wij draaiden ons met een ruk om en we denken, zo, dat is vet. Hoe komen jullie nou op mixen? Hebben jullie daar nog een idee voor van, oh weet je, dit en dit past wel samen? Of hebben jullie een proces? Nou ja, eigenlijk doen we maar wat, hè. Het is meer van, de ene geeft een voorzetje en de andere kopt hem in. Of je wisselt, we doen echt alles back-to-back, om en om. En dan kan echt alle kanten op gaan. De een kan een danceplaat opzetten en de ander kan met een rockplaat verder gaan. Of ja, eigenlijk kan alles. Maar dit is ook de venue waar dat kan. Dus een venue, dit is Brede Barst, kan dat ook volgens mij. Dus het is allemaal niet zo heel ver geprogrammeerd bij ons. Nee. En het gaat regenen. Jullie bereiden dit voor van tevoren of mixen jullie dit live in? Ja, alles wordt ter plekke eigenlijk bedacht. Alles staat gewoon op een sticky, zeg maar. En we gaan gewoon zelf ter plekke kijken wat past. Wat vinden we leuk om nu te doen. Gewoon lekker spelen eigenlijk. Ja. Ja, groot gelijk. Het is ook wel echt dé plek om dat te doen natuurlijk. Vooral Breda Barst. Jullie draaien morgen ook nog met Quizm. Als dat goed is. Is dat een andere sfeer dan dit? Zit daar een heel groot verschil in? Want het is natuurlijk meer, ja, het is natuurlijk een muziekquiz morgen. Ja. Heb je dan een andere insteek morgen? Jazeker. De quiz op Brede Barst is eigenlijk ontstaan 1 jaar of 10 geleden alweer, misschien zelfs langer. Zo van lekker uitbrakken en om 2 uur, als het open gaat, of wat is het, om 3 uur of 2 uur, whatever. En dan is het gewoon lekker, gewoon, je hoeft niet na te denken, je doet mee aan die quiz, het gaat helemaal nergens over. En morgen zal het ook weer zo'n quiz zijn. Dus het gaat helemaal nergens over. Het is liedjes draaien, het is dansjes doen. Dus als mensen nog mee willen doen, neem je het beste danspasjes mee. En we zien altijd. En de prijzen natuurlijk. En die prijzen, ja, zeker. Opblaasgitaren, weet je wel, dat soort genoten. Iedereen echt wil hebben. Ja. Gewoon. Op je zolderkamer of gewoon in het algemeen? Ja, in een doos op zolder. Quizm is voor Brede Barst absoluut niet zo heel serieus om mee te doen, maar wel om bij te zijn. We hebben, wijd ik misschien een beetje lang uit, maar een aantal jaren geleden kreeg ik een telefoontje van een journalist van BN de Stem. En die was uit het terrein overgelopen toen het net open ging. Dat was er op zondag. En die belde me op. Hij zegt, joh, ik snap daar helemaal niks van. Het terrein is helemaal leeg. En bij de Spaanse Kraag staat het helemaal vol. En zie ik iedereen airgitaren. Hoe doe je dat? Nou ja, dat dus. Het gaat helemaal nergens over. En mensen, ja, er zijn groepen die vinden dat prima. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je nou zo'n quiz aan elkaar en dan denk je van, joh, hier gaan mensen gewoon echt heel goed op. Want slaat het niet op een gegeven moment dood als mensen inderdaad gewoon de vrijdag al heel de dag op Barst hebben gestaan. En die komen dan inderdaad met hun brakke hoofd naar Quizm toe. Laagdrempelig vooral. Gewoon lekker laagdrempelig. En ik denk ook de mensen die komen, die doen bijna ieder jaar wel mee. En soms zijn er mensen die dan voor het eerst meedoen. Die hebben zoiets van, wat de fuck gebeurt hier? Hoe doe je dat? We stellen zo'n quiz samen en we proberen een beetje de loop erin te houden. We doen het al een tijdje, dus we hebben wel een beetje feeling met wat werkt en wat niet werkt.
Maar we denken er niet eens bij na. Het is net als draaien bij ons, hè Mario? Nee, het is een beetje spontaan gebeuren die dingen. We maken wel een quiz, hoor, daar gaat het niet om. Maar hoe de volgorde zit en zo, we hebben zoiets van, we zien wel. Ja. En als er iets niet valt, dan praten we er wel een punt aan en dan is het alsnog leuk. Hoop ik. Ja. Je weet nooit of iets grappigs ook leuk blijkt te zijn tijdens de uitvoering, zeg maar. Je kunt van alles verzinnen, maar het gaat allemaal spontaan, denk ik, een beetje. Het is echt gewoon uitvogelen. Ja. Ik had net een vraag in mijn hoofd. We gaan dit knippen. Ik ben niet zo blij met dat we dit kunnen klippen. Nee, je kan knippen en plakken, dus... Ja, dan wordt het misschien nog wat. Hoe is het DJ-team eigenlijk ontstaan? Weet je, jullie zijn natuurlijk wel gewoon echt een leuk DJ-team om naar te luisteren. Jullie openen hem ook dit jaar. Volgens mij vorig jaar stonden jullie hier ook. Ja. Hoe zijn jullie nou als DJ-team bij elkaar gekomen? We worden gevraagd door Quizm, vanuit Quizm. Er wordt gevraagd door de organisatie van, hebben jullie zin om te openen? En we weten ook, we staan voor een leeg veld en het vult zich langzaam, dus we stellen ons er niet te veel bij voor. En dan kijk je gewoon binnen de ploeg, we zijn met z'n vieren, wie er kunnen. En ja. Vorig jaar stonden Peter en Cor hier. Het jaar daarvoor waren Peter en ik het. En dit jaar is Mario en Erik aan de beurt. En weet je, als we volgend jaar weer mogen, dan kan het weer een andere samenstelling zijn. Dat is net hoe het uitkomt. Ja. En we kennen elkaar erg goed qua draaien. Ik denk ook qua techniek en dergelijke. We hebben er een aantal niveaus in zitten. De een die draait gewoon plaatjes en de ander die mixt gewoon volledig als een volleerde DJ ook op grote podia. Dus het kunnen alle kanten op. Gaaf, super tof. Jullie blijven nog hier vanavond lekker even rondkijken bij Barst? Of gaan jullie zometeen gewoon lekker even naar huis? Ik fiets naar huis, want vanavond moeten we ook nog de afterparty gaan doen van Breda Barst. Dat is aftermatten bij MES. En dat is gratis entree. Als hier de laatste band klaar is, zou ik zeggen, kom gewoon langs. Het is een silent disco. We hebben een aantal DJ-teams die elkaar opboksen. En we hebben nog een derde kanaal erbij. Daar mag je karaoke zingen. En het is ieder jaar traditie geworden. En het is altijd wel een erg leuk feestje om te doen. Ja. En kom op tijd, want de koptelefoons zijn vaak heel snel al allemaal uitgeleend. Ja. Dan zul je echt in de rij moeten staan om te wachten. Maar het is de moeite waard. Ja. Nou top, dan weet ik waar ik vanavond naartoe moet. In ieder geval, heren, hartstikke bedankt. En misschien spreek ik jullie morgen nog weer een keer. Graag gedaan.